En hey, seks in een auto is echt enorm spannend. Nou, jongens en meiden, we mogen weer een foto laten zien. Hier komt ie! Ga ik een keer rustig in beeld lopen in plaats van dat ik gewoon vol op mijn stoel spring. Jongens en meiden, welkom weer terug bij een nieuwe video. Ik ben Gio natuurlijk en ja, daarom heet mijn kanaal ook Gio. Maar zoals jullie weten heb ik laatst, of waarschijnlijk is dat al een maand geleden, een video gemaakt over wat DM'en meisjes mij nu ik single ben. Ja, er gebeurden echt fucking rare dingen in die video. Tenminste, wat meisjes tegen mij zeiden en ik dacht, yo, jullie vonden die shit zo raar, net zoals ik. Ik heb gewoon nog meer DM's opgezocht die ik gekregen heb, die nog erger zijn. En ja, het is vandaag zover om jullie ze te laten zien. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan vinden, want oh mijn god, is dit echt weer erg shit tussen. In ieder geval, doe natuurlijk alvast dat blauw duimpje omhoog. Laten wij voor deze video gaan voor de 25.000 likes. Dat zou super vet zijn als we die halen. Oh, ik denk dat het tijd is om maar gewoon te gaan beginnen. Ja. Dus, oh mijn god, oké, je gaat echt, ja oké, weet je wat, ik kan wel gewoon allerlei dingen erover zeggen, maar we gaan gewoon beginnen, want laten we het rustig doen, laten we rustig beginnen met de eerste DM. Oké, hey Gio, wat ben jij een leuke jongen, nou dankjewel, die zal ik eventjes onthouden. Zo knap en ik vind het geweldig hoe jij bent, ik wil meer volgers en bekend worden, top. Dus ik wil graag een relatie met je. Oké, dan kunnen we samen de wereld rondreizen en dan kan ik ook veel geld verdienen. Ik weet zeker dat ik je de gelukkigste jongen op de wereld kan maken. Hey, ik zou zeggen, pak je kans. Ik geef je er maar één. Eén kans in je hele leven. Oké, ho, wacht. We zijn dus weer bij een heerlijke golddigger. Dit meisje wil dus een relatie met mij, zodat zij bekend kan worden. Tenminste, oké, dus dat moet al betekenen dat ik haar Instagram-volgers moet gaan geven en shit. Maar nee, wat zij er dan ook nog eens bij zegt is... Kom, laten we samen de wereld gaan rondreizen. Oftewel van mijn geld. En zij kan natuurlijk lekker daarvan profiteren, want dan kan zij ook geld gaan verdienen. Top relatie, yo. Oh mijn god, hoe kan je zo zijn? Maar, ik zei, dit is nog redelijk... normaal. Nou, daar komt ie. Psst. Ik zag je laatst op de lijnbaan in Rotterdam. De lijnbaan in Rotterdam is gewoon een straat, een winkelstraat. Ik durfde je echt niet aan te spreken, maar... Sorry voor mijn taalgebruik trouwens, dit staat hier. Wat ben jij een bijzondere jongen? Ik weet dat jij geen rijbewijs hebt. Oké, goede openingszin. Daar beginnen we gewoon gelijk mee, hè? Wat ben jij een bijzondere jongen? Ik weet dat je geen rijbewijs hebt. Top openingszin. Ik weet dat jij geen rijbewijs hebt, maar als we een stukje in jouw Range Rover kunnen rijden, weet ik wel wat leuke plekjes om je te verwennen. En hey, seks in een auto is echt enorm spannend. Ik spreek uit ervaring. Nou, dankjewel dat je dit wilt delen met ons. En dan is het dus niet alleen rijden in je Range Rover, maar ook iets anders, als je snapt wat ik bedoel. Knipoog smiley X. Ik durf gewoon serieus niet eens mijn rijbewijs meer te halen nu. Wat moet ik straks? Deze chick wil gewoon dat ik haar kom ophalen. Dan weet zij leuke plekjes. Ik wil zo graag deze foto's laten zien van deze chick. Ik bedoel, ze is echt niet lelijk, maar ik durf het niet. Maar, oh mijn god, dit is gewoon... Ik bedoel, ze is niet lelijk, maar hoe kun je... I don't get it. Hoe zit je zo in elkaar? Hoe heb je deze gedachtes? Van, hey, laat ik een bericht sturen naar een YouTuber. Van, hey, we kunnen seks in een auto hebben. Oké, deze vind ik eigenlijk best wel echt erg. Deze vind ik best wel echt erg. Hey Gio. Ik ben een alleenstaande moeder met een kind en ik volg je video's. Dit is trouwens een heel verhaal. Ben rond de 25, maar zit enorm in de problemen met geld. Nu zag ik dat je laatst 7,50 euro naar een kijker had overgemaakt, wat ik heel lief vind. Maar je kreeg daar niks voor terug. Nu is mijn vraag of je mij ook wat geld kwijt kunt. Ik kan je hier wel wat voor teruggeven. Ik zou ervoor openstaan om met je naar bed te gaan. Deze vrouw heeft een kind en ze is 25 jaar oud. Stel je voor als ik haar nu op het internet zou gooien. Oké. Waar is de vader van dat kind? Ik ben al tevreden met 500 euro zodat ik mijn kind kan onderhouden. Ik wil hiervoor echt alles bij je doen wat je maar wilt. Groetjes, ik hoor het graag. Deze vrouw verkoopt zichzelf gewoon. Zij verkoopt zichzelf omdat ze in de geldproblemen. Het moet gewoon echt even... Wow. Het moet gewoon echt eventjes bij me binnenkomen van... Oké, er bestaan dus zulke mensen op deze wereld die...
Hey Gio, ik durf ze gewoon niet eens meer voor te lezen, even serieus. Ik zag in je video dat je het wel eens over ontmaagd zijn had. Oké, nou dat zou best wel eens kunnen, ja. Ik ben nog maagd. Ik heb wel al 2 jaar een crush op je en ik vroeg me af... Puntje, puntje, puntje. Nou ja, ik weet niet hoe ik het kan zeggen. Maar, of jij mij ervan af kan helpen. Dan heb ik altijd een leuke herinnering daaraan voor in mijn hele leven. Stop! Ik ben een normale opgevoede jongen. Ik doe dit soort shit niet. Wat moet ik met dit soort DM's? Ik snap het niet. Goedemorgen Gio, misschien raar dit. Maar ik ben bang voor de toekomst van mijn dochter. Oké, zij is 19, maar ik wil graag dat ze goed terechtkomt. Aangezien jij een prachtige toekomst voor je hebt en al je volgers en succes, wil ik graag of je een kijkje neemt op het Instagram-account van mijn dochter. Het ga ik niet zeggen. Zij zal je vast wel leuk vinden, dus ik wil wel een datum voor jullie afspreken wanneer jullie iets kunnen doen. Dus stel je voor dat je moeder een berichtje gaat sturen naar een jongen van hey, zou je een keer een date willen met mijn dochter? Stel je voor dat jouw moeder dat doet naar iemand. Deze moeder dwingt haar kind gewoon van ga iets met mij doen. Ik zou echt serieus al niet zo'n moeder willen hebben, maar je kan toch ook zelf een berichtje sturen? Ik bedoel, yo, waarom doet haar moeder dit? What the fuck? Gefeliciteerd met je verjaardag. Deze DM kreeg ik dus gisteren. Ik heb geen cadeau voor je, maar die kan ik je zeker wel geven. Uit eten en een spannend nachtje in een hotel. Zo, hey, zo. Wat dacht je ervan? Ik betaal alles voor je. Nou, dat is dan toch wel weer lief. Is misschien ook wel leuk om elkaar te leren kennen. Anders laten we het gewoon bij 1 keer. Bitch, kom maar. Nodig me maar uit. Hey. Zomaar gewoon renden met iemand naar een hotel. Kijk, ik snap dat het op zich nog wel kan. Ze betaalt alles voor me. Ik zou dus nu kunnen antwoorden en zeggen, hey, kom, we gaan vanavond uit eten. En dan heb ik vanavond een spannend nachtje in een hotel. Spannend. We komen aan bij de laatste. Gio, ik hoor vaak van mensen uit de buurt dat ik echt het type voor jou ben. Oké. Wat is mijn type? Maar echt gewoon 100%. Dus, ik wil het wel een keer proberen. Jouw kijkers en familie vinden dit sowieso ook. Ik zou zeggen, bekijk even mijn foto en oordeel erover met wie dan ook. Wij zijn sowieso voor elkaar gemaakt. Nou, jongens en meiden, we mogen weer een foto laten zien. Hier komt ie. Oordeel maar. Dus, lekker ding? Zeg, hey. Ja, laat maar, weet je. Jongens en meiden, ik ga het denk ik maar hierbij laten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Laat maar achter wat je er weer van vond. Wat ik hiermee aan moet. Of ik nog hiermee door moet gaan. Maar in ieder geval, doe nog dat blauwe duimpje omhoog. Ik ga maar een paar DM's beantwoorden. Misschien wel in een video. En dan zeg ik nu, later. Oh, wacht, nee, nog niet binnenkomen. De video is nog niet afgelopen. Nee, ja, we gaan zo daten. Nee, schat, rustig. We'll be right back.